Welkom bij deze screencast waarbij we een tweede graads vergelijking gaan oplossen. Wat mij altijd helpt is een soort sportveldje, oppervlakteveldje, waarbij ik een beetje in kan puzzelen. Het zijn eigenlijk oppervlaktes. Hier zie je oppervlakte 4i². Dat is 2i keer 2i. Deze twee veldjes bij elkaar zijn samen min 16i. En hier zou het 12 moeten staan. Nou zie ik nu al dat het een beetje een lastige opgave wordt. Dus wat ik ga doen, ik ga net even doen of deze er even niet is. En ik ga dit even, die 16i doe ik even door de helft. Min 8i, min 8i. Nou dan moet ik hier min 4 invullen, want 2i keer min 4 is min 8. En daar ook min 4. En dan krijg ik hier 16. Nou heb ik eigenlijk gekregen wat hier aan de binnenkant staat. Dus zeg maar dit stukje, dat is eigenlijk 4i kwadraat min 16i plus 16. Maar er stond plus 12. Ik denk van, hey, wacht even, ik heb er 16 bij gedaan. Ik had 12, dan is er dus 4 bijgekomen. Dan moet ik ook zeggen, moet ik daar 4 erbij doen. Dus ik had hier 12 wordt 16, hè, plus 4, dan rechts ook plus 4. Dit gedeelte aan de binnenkant kan ik ook zeggen van ja, dat is 2i min 4 keer 2i min 4. Dus ik krijg 2i min 4 in het kwadraat is 4. Oftewel 2i min 4 is min 2. Of 2i min 4 is plus 2. Wat je eigenlijk doet, is links en rechts de wortel nemen. Zie je? Nou, dan kunnen we oplossen. Oh, dan 2i is 4 erbij, 4 erbij is 2. Of 2i is 6. Geeft i is 1. Of i is 3. Het is altijd goed om je antwoord even te controleren. Die 1 die gaan we zeg maar bij deze i invullen en bij die. En dan krijgen we 4 keer 1 min 16 plus 12 is min 12 plus 12. Ja, dat is inderdaad 0. Klopt. Bedankt voor het kijken.